onderweg naar Alana. Een meisje dat ze ongeveer alle ziektes heeft die je maar kan bedenken. Noem het, zij heeft het gewoon. En voor al die aandoeningen moet ze ook regelmatig naar het ziekenhuis. Ook vandaag. En ik ben vooral benieuwd wat voor een meisje Alana nou eigenlijk is. En hoe ze het in vredesnaam voor elkaar krijgt om het hoofd boven water te houden met zo'n lichaam. Ja, wat moet jij zeggen? Jij zit te lachen. Ja. Het mogen duidelijk zijn, Alana heeft een aanstekelijke lach. Maar dat is zeker niet het enige wat ze heeft. Ik heb botkanker gehad. Ik heb nog een ziekte waardoor ik niet kan groeien. Ik heb andere medicijnen voor mijn nieren, voor mijn hoge bloeddruk. Is dat ook nog iets bij je leven, toch? Oh ja. Sorry. Ja. Ik heb nog 10 miljoen in mijn leven, maar dat is niet... Ja, hallo, ik moet ook een dagje aan. Maar hoe is dat dan voor jou om zo voortgereden te worden door de winkelstraat? Nee, niet leuk. Ik schaam me wel eens, omdat mensen ook wel heel raar naar je kijken. En ja, als mensen tegen je praten, doen ze het alsof ik een klein kind van 6 jaar ben of zo. Hé, wat heb je mooie kleren aan? Hé, wat heb je mooie schoenen? Oh, geweldig hoor. En ik denk sowieso van, mensen, doe even normaal, man. Heb ik iets van je aan of zo? Vraag gewoon wat er is. Doe niet zo raar. De kwaaltjes stapelen zich nog steeds dagelijks op voor Alana. Nu heeft ze bijvoorbeeld last van spierverlamming. En daarom worden vandaag in het ziekenhuis al haar spieren grondig gecheckt. Omdat de verlamming kan duiden op een nieuwe tumor. Kom eens hoor. Ja, keurig. Been nog even. Te heftig. Wat je zeer dat doet. Je hebt al zoveel vaak mijn dingen meegemaakt in je leven. Toch maakt het elke keer alles maakt, alles kapot. Nou, Alana kwam bij ons en toen zeiden ze van, jullie krijgen nu een kind in huis wat waarschijnlijk gaat overlijden. En dat zeiden ze ruim 6 jaar geleden. En zij schatte haar levensverwachting toen tussen 1 maand of 8 of 1 jaar of zo. Alana zelf wil vooral niet te veel stilstaan bij de dood. Zij wil vooral het positieve benadrukken. Al kost die levensinstelling haar iedere dag wel de nodige energie. Ben jij bang voor de dood? Ja, een beetje. Is toch wel heftig als je gaat sterven. Op 24 januari kreeg ik te horen dat Alana toch nog onverwacht op 18-jarige leeftijd in haar slaap is overleden. En ik zal Alana nooit vergeten. En ik hoop dat jij door het zien van deze uitzending ook iets meekreeg van die inspiratie.